Mike Eerthuizen, je bent bezig bij Sparta aan je eerste seizoen. Ja, hoe bevalt het bij de club? Ja, uh, tot nu toe heel goed. Uh, we staan zesde. Individueel uh, val ik veel in. Uh, mag ik nu mijn wedstrijdjes meepakken. Dus uh, ik denk uh, over het algemeen uh, heel goed. Met je overgang van Volendam naar uh, Sparta toe kom je ook in een nieuwe stad terecht. Ga je wonen in, uh, in Rotterdam? Hoe bevalt het daar zo? Uh, ik ben sinds 1 januari ben ik weer verhuisd uh, in Rotterdam. En uh, nu woon ik uh, bij de Erasmusbrug, zeg maar. Dus uh, iets groter gaan wonen. Dus uh, ja, zeker tevreden. Weet je, uh, gewend wel in de stad hier zo? Ja, zeker. Uh, ik denk dat het al uh, na een maandje wel uh, gewend was. Dus uh, het gaat helemaal prima. Want het is toch anders, denk ik, als je vanuit een dorp naar een, naar een stad uh, gaat? Het is zeker uh, een verschil. Ik hoor nu ineens sirenes en dat hoorde ik uh, <laughs> in Volland nooit. Dus uh, nee, uh, het is wel een stap, maar uh, ik was snel gewend. Met je overgang bijvoorbeeld naar Sparta maak je natuurlijk ook de stap van de KKD naar de Eredivisie toe. Ja, hoe is die overgang voor jou geweest? Uh, ja, ik denk dat ik al best wel snel in het niveau meeging. Uh, ja, ik heb natuurlijk deal voor me, uh, leer je veel van. Uh, ja, veel jongens voor je die ook veel ervaring hebben. Dus uh, ja, ik denk uh, snel in het niveau meegegaan en... Uh, ik hoop dat jullie dat ook allemaal zien. <laughs> ja, want was het ook al iets dat je bij de trainingen zeg maar aan het begin in de voorbereiding naar, uh, naar de seizoen toe, dat je in de training al merkt van er wordt op een veel hoger niveau getraind dan dat het Ja, dan zeker was. veel meer. Eén keer twee keer raken. Dat uh, merkte je wel, alles ging veel sneller. En uh, ja, moet je, dat moet je uh, bijzien te houden. Uh, ja, Sparta verloor dan vorige week met, uh, met 0-3 van Utrecht. Dat was ja, een nederlaag die qua cijfers best hard aankwam. Maar als je de wedstrijd hebt gezien, waren jullie tot de rode kaart en de 10 minuten daarna eigenlijk uh, de betere ploeg. Is dat dan ook het gevoel wat jullie meenemen op weg uh, naar Excelsior toe? Uh, zeker wel, want uh, ik viel in de 50 e minuut in natuurlijk. En ik denk tot uh, in de 62e minuut waren wij gewoon beter met die man. En ik denk dat we dat mee moeten nemen naar uh, Excelsior toe. Wat deden jullie goed waardoor jullie uh, Utrecht zo onder druk hielden eigenlijk? Uh, ja, zoals je zegt, onder druk houden. Uh, niet uh, achteruit lopen, maar juist de druk erop. En uh, ik denk dat dat uh, de eerste tien minuten uh, goed was gelukt. En is het dan een beetje zo dat op een gegeven moment de vermoeidheid toch inslaat met de Nee, manier. Ik denk uh, dat die 1-0 gewoon uh, een beetje ongelukkig viel voor ons. En uh, ja, dan zie je toch wel dat, uh, dat de kopjes toch uh, wat vermoeid zijn. En uh, ja, dat is niet gek, denk ik. Ja, oude krijgt natuurlijk die rode kaart, daardoor lonkt er voor jou. Nou, is er zelfs voor jou en, uh, een basisplaats zondag? Ja, bereid je je dan anders voor op die wedstrijd? Uh, ja, je kijkt er anders naartoe, denk ik maar het, is, het voorbereiden moet sowieso uh, optimaal zijn. Uh, je, moet, je moet verwachten dat je uh, ja, misschien de volgende keer uh, dat ik er binnen twee minuten in kom. Dus dan speel je ook een hele wedstrijd. Dus uh, je moet je eigenlijk gewoon altijd goed voorbereiden. Ligt er dan ook gelijk wat meer druk voor je op? Omdat je nu toch een fase van drie wedstrijden krijgt waarin je het, uh, ja, jezelf moet bewijzen. Uh, nou ja, gezonde, gezonde spanning denk ik. Uh, je weet wat je moet doen. Het is, uh, het is vrij duidelijk wat we als taak hebben, als team en als individu. Dus uh, ik denk dat dat wel moet gaan lukken. Elk duel is natuurlijk voor Sparta belangrijk. Deze is bij de supporters nog iets belangrijker, want natuurlijk de derby is tegen Excelsior toe. Merk je dat ook een beetje in de selectie? Uh, ja, je voelt wel uh, dat we tegen Excelsior spelen. En, uh, <laughs> ja, het is natuurlijk, uh, komen we komen allebei uit Rotterdam. En, uh, een beetje vergelijkbaar, Fijnhout iets, iets groter natuurlijk. Dus uh, ja, je, je voelt het wel. Precies, want hoe vind, het, hoe vind jij dat om een uh, derby te spelen? Je hebt dat natuurlijk met Van Damme dan wel gedaan tegen Telstar. Hoe is dat voor jou om een derby te spelen? Ja, het is altijd, uh, er zit wel iets speciaals achter. En uh, als je een wint, is het toch nog lekkerder. Dus uh, ja, ik hoop deze ook te kunnen winnen. Merk je wel echt in een derby dat het een andere wedstrijd is dan uh, ja, tegen elke andere tegenstander in de competitie? Uh, ja. Het is, het, elke wedstrijd is belangrijk, maar deze geeft toch nog iets meer. Dus dat, uh, dat voel je wel. Ja, Excelsior staat 15 in de Eredivisie. Waar ligt het uh, gevaar van de club? Um, ja, ik denk dat ze, ze zijn wel goed voetballend zijn. Uh, ik denk dat, uh, dat wij ze in de omschakeling wel uh, kunnen pakken. Dus ik denk dat, ze, dat, ze daar wel, uh, dat wij daar uh, op moeten gaan letten. Is dat ook iets wat jullie echt gaan proberen om vanuit de omschakeling toe te gaan slaan? Of jullie toch zelf wel het spel gaan maken? Ja, ik denk dat wij gewoon het spel moeten gaan maken. En uh, ik denk dat zij wel wat gaan inzakken, denken wij. En uh, ik denk dat we dan gewoon op een hoog baltempo moeten gaan spelen. En uh, we zien wel wat daaruit komt. Veel succes! Dank je wel.